mensen, welkom bij een nieuwe review op de Pettenkamer. We staan vandaag in Soest. Ja, ik zou eigenlijk ergens anders naartoe gaan. Ergens in de Achterhoek zou dan een kermis staan met onder andere de surfing. Die heb ik nog nooit gezien. Die wilde ik eigenlijk gaan bekijken daar. Maar ja, die kermis was gesloten, dus ben ik voor niks naartoe gereden. Ik denk, nou, dan rijden we nog even naar Soest en dan laat ik je daar de kermis even zien. En voor mij eventjes, toch eventjes, weet je wel, als troost, even een ritje swingbob. Om eventjes de wonden dicht te maken van het gemis van de surfing. Gaan we even hier een rondje doen in de swingbob. Nou, ik zou zeggen, we gaan beginnen. Let's go, baby. En even voor de duidelijkheid, mensen. Dit is het Nederlandse Soest. Niet het Duitse Soest. Dat mochten ze willen hier. Voor de start. Dan hebben we het poffertjesalon met daarnaast het Funhouse en dat is Happy Farm van Van der Wiel. En dan hebben we hier wel een super racer van Sodema in beweging. Ja, eerder vandaag lukte het dus niet, maar nu dus wel. Het is de swingbot van Mobile. Een toppertje, mensen. Hotsie, botsie, botsie kan hier natuurlijk ook gewoon. Nou, dat heb ik wel gezien toen ik hier in Soest kwam, dat hotsie, botsie, botsie gewoon kan. Maar hier kan het dus ook gewoon in de oude scooter. En het is de Bumper Palace van Swinkels als oude scooter. Ze kan hier dus maar op en neer en op en neer. Kan hier ook gewoon, hoor. Ja, en deze hebben we lang niet meer gezien, mensen. Het is de Breakdance van Hoefnagels, nummer 1. Of ja, zoals ze hem zelf noemen, Part 2. Deze Breakdance heeft vroeger in Bobbejaanland gestaan in België. Daar heeft Hoefnagels hem van weggehaald, tenminste gekocht. En toen heeft hij hem reizend gemaakt voor de kermis. Maar helaas zien we deze breakdance niet vaak meer op de Nederlandse kermis. En dat terwijl er twee nummer 1 breakdancers zijn. Eentje kwam ik er later tegen in Zoetermeer. De breakdance van de Poort is dat. De andere breakdance nummer 1 is dan deze, die van Hoefnagels. Breakdance nummer 1 is schuin af met achterwand naar voren. En dus zeker niet rondom open. De nummer 3 is dan weer rondom open. Dat is een andere type breakdance die wij hier in Nederland kennen. Maar deze breakdance is dus schuin af naar voren met achterwand. We gaan verder met de booster en dat is de Hell Raiders booster van Elsinga. Het is een Fabri booster van 40 meter hoog, het standaard type Fabri booster. Wat ooit begon als een grapje begint nou echt op een reality show te lijken, want nu komen we hem alweer tegen. Het is de Beach Party. We kwamen eerst al tegen in Den Haag, vorige week alweer in Amstelveen en nu hier in Soest. Het is niet te geloven en dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ja, ondertussen zijn de blokkertjes dus doorgereden naar Soest. Eerst waren ze nog verkeerd gereden, waren ze al bij de Duitse grens, moesten ze gaan keren. Want ja, ze hadden de verkeerde Soest ingevuld. Ja, toen dachten ze, ja, potverdomme, moeten we bij Utrecht wezen. Toen zijn ze weer teruggereden. En toen kwamen ze hier op deze plaats aan om hem hier weer op te bouwen. De WIP. En Kjell. 5 euro hoor, komt u maar.
Het zou toch weer niet zo wezen dat de blokkertjes vandaag de beste show binnenharken, hè? Het begint er wel een beetje op te lijken. Het is niet te geloven, man. Het gaat bijna lijken alsof ik fan ben van die wip. En als poliep, ook een poliep die we niet vaak tegenkomen. Het is de Copacabana van Paashuis. En dat met Hemelvaartsdag, tenminste de dag na Hemelvaartsdag, niet te geloven op Paashuis. Ja, heeft sinds de laatste keer dat ik hem gezien heb een vernieuwing, namelijk boven de kassa, ik weet niet of je daar kan zien. Heeft hij een nieuwe moving head. Dus ook deze attractie gaat helemaal mee met zijn tijd. En dat moet natuurlijk ook tegenwoordig. Meegaan met de tijd. Er zijn twee van dit soort poliepen in Nederland, wist je dat al? Er staat er namelijk eentje in Crystal Palace. Zo'nzelfde poliep. Op de kermis is er maar eentje van deze soort. Het is ook één van de vier poliepen met draaiende gondels. Andere twee zijn namelijk de Monster 3. Andere drie zijn namelijk de Monster 3's. Dus er zijn er vier, wat zei ik net. Misschien heb ik al wat verkeerd gezegd met ze. Dat kan ook wel zijn natuurlijk als professioneel YouTuber. Kijk, de mensen die doen lekker handen omhoog. Speciaal voor de video natuurlijk. Via het voetbalspel, de RBO natuurlijk altijd belangrijk. Daar kan je een touwtje laten trekken. Komen we dan aan bij de draaimolen. En dat was de kermis hier in Soest. Op zich een net kermisje. Maar gewoon net en meer niet. Het is geen hoogwaardige kermis of zo. Het is gewoon een nette kermis. Bedankt voor kijken. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg natuurlijk ook even de podcast met jouw favoriete podcastplatform. En dan zijn we zeer binnenkort weer terug met een nieuwe review van een nieuwe kermis. En ja, dan ontbreekt er nog één ding natuurlijk. Beste show. Er was niet heel veel show, moet ik je zeggen. Swingbop was best wel goed. De poliep hier achter me had een goede show. Maar als ik dan moet kiezen, ja, dan wordt het toch weer die whipmats. Dan wordt het toch weer die beachparty voor de tweede keer. Het is niet te geloven, mensen. Die zijn in één keer, die zijn ineens goed bezig. Jongen, ze vallen gewoon op, mensen. Nou, abonneer op het kanaal en tot de volgende keer, mensen. Toedeledokio.